Lekker. Heerlijk. Ja, 4 jaar geleden zaten we ons dwars. We moeten niet aan denken dat ze dat weer zouden doen. Dus toen deden we het hartstikke goed. De wedstrijden die we deden, deden we volgens mij fantastisch. En wij waren klaar voor de finale. Maar het Nederlands elftal bereikte de halve finale. En dat voorkwam dat wij de finale deden. En op het laatste grote toernooi van Van Roekel moet die felbegeerde WK-finale er dus toch gaan komen. Dat betekent dat hij en scheidsrechter Björn Kuipers amper fouten mogen maken. Maar met zo'n ingespeeld team kan dat bijna niet misgaan. Ondanks dat hij aanwezig is, heeft dat ook een groot voordeel in wedstrijden. Want in zo'n groot stadion met 80.000 man, daar moet je elkaar goed kunnen verstaan. En doordat hij een hele schille en duidelijke stem heeft, kan ik hem altijd heel goed verstaan. Er is geen enkele discussie bij hem en mij over miscommunicatie. En ik ben heel blij dat hij ook dit wereldkampioenschap mijn eerste assistent is. En met de extra steun uit Ede moet het dan helemaal goed gaan komen. Thuis leven ze heel, heel erg mee. De kinderen weten dat ik ga, dat ik voor een hele lange tijd ga. En die leven wel mee. En de buurt, kleurt die nog oranje voor jou? Ik verwacht het niet. Daar zit ik ook niet op te wachten. Nee, absoluut niet.